Goedemorgen allemaal. Welkom bij dit webinar Activiteiten toepasbaar maken. Mijn naam is Annemieke Vliegen, ik ben expert toepasbare regels. En in de chat zit voor jullie klaar Vincent van Dijk om vragen te beantwoorden. En nou ja, we gaan kijken naar het toepasbaar maken van activiteiten. En even voor de verwachtingsmanagement. Dit webinar gaat niet over het maken van toepasbare regels. Daar is een ander webinar voor, er zijn meerdere webinars. Dit webinar gaat specifiek over het inrichten van het gedrag van het omgevingsloket om die digitale dienstverlening goed in te regelen. Want het is zo dat je daar een aantal dingen in kunt instellen, zodat het er op een bepaalde manier uit komt te zien. En daar gaat dit webinar over. Dus mocht je de verwachting hebben gehad dat dit gaat over het toepasbaar maken of toepasbare regels maken, daar zijn andere goede webinars voor. Dan zou ik je willen aanraden om die eerst te kijken en dan hier terug te keren. Dan heeft dat meer zin. Maar goed, waar zitten die toepasbare regels in dat loket en waar kun je dus die instellingen doen zodat dat goed uitziet? Nou, dat is onder de vergunningcheck. Daar zitten toepasbare regels in en daar bepaal je mee van, wat moet of mag ik hier? De aanvraagmodule, dus dat is dat middelste blokje waar je een aanvraag kunt doen of een melding kunt doen. En bij maatregelen op maat, dat is bij nummertje 3. En dat zijn de plekken waar dit webinar over gaat, wat ik zo ga vertellen, invloed op heeft. De inhoud van waar we het over gaan hebben, de verschillende componentjes die we gaan bespreken zijn regelbeheerobjecten, werkzaamheden, bevoeggezag, type, toonbaar en verfijnbaar, magneet en aanleveren. En al die dingen samen maken dus dat het gedrag en dat loket op een bepaalde manier is. En daar heb je mogelijkheden voor. Nou, soms zijn die mogelijkheden al vastgelegd in de juridische regels, in de wet. En op een aantal andere plekken heb je een keuze. Nou, daar gaan we het over hebben vandaag. We gaan eerst kijken naar de regelbeheerobjecten. Er zijn verschillende regelbeheerobjecten. Nou, dan kun je afvragen, wat is dat voor een gekke term? Dat is een naam om aan te geven wat dit precies doet, hè? Dus het is een soort eenheid van beheer. We hebben bij de vergunningcheck een regelbeheerobject, dat heet de conclusie. Dat zit dus onder die vergunningcheck, daar gebruik je een bestandje voor straks. Een toepasbaar regelbestand. En om dat toepasbaar regelbestand daar neer te zetten, heb je dat regelbeheerobject als een soort van bakje nodig om die toepasbare regels in te zetten. Nou, en dat noemen we de conclusie voor de vergunningcheck. Voor de aanvraagmodule heet dat de indieningsvereiste. Daar zijn meerdere smaakjes van, want je kunt een melding moeten doen of een vergunning moeten aanvragen. Of je moet informatie aanleveren. Dus daar zijn verschillende soorten van onder die indieningsvereisten. En bij de maatregelen heet het regelbeheerobject heet maatregelen. Nou, dit is hoe dat aan de voorkant van het loket zit. Dan gaan we even kijken naar welke soorten er dan ook alweer. Want als je kijkt naar die conclusie, dat regelbeheerobject conclusie, daar komt een toepasbaar regelbestand in te staan. En dat toepasbaar regelbestand heeft een aantal uitkomsten. Want zo'n vergunningcheck die zegt jou, je moet een vergunning aanvragen. Of het is verboden, of het is zo dat je niets hoeft te doen, hè, dat je gewoon je activiteit mag uitvoeren. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen regels gelden, maar je hoeft in ieder geval in het omgevingsloket niets te doen. Nou, wat precies de mogelijkheden zijn die hier kunnen, staat beschreven in bijlage 1 van de toepasbare regelstandaard, van de standaard toepasbare regels. Daar staat dit allemaal beschreven. En we zien dat als de uitkomst van die vergunningcheck een informatieplicht, meldplicht of vergunningplicht is, dan moet je dus ook de regelbeheerobjecten aanmaken voor die indieningsvereisten die corresponderen met de uitkomst van de check. Dus als jij een beslisboom hebt onder de vergunningcheck, waar een meldplicht en een vergunningplicht uitkomen, dan zul je twee regelbeheerobjecten moeten aanmaken voor die indieningsvereisten. Eentje van het type melding en eentje van het type vergunningsaanvraag. En ook hier staan de mogelijkheden in bijlage 1 van de standaard toepasbare regels. Er zijn er meer dan hier op het scherm staan qua indieningsvereisten, maar dit zijn de meest gebruikte. Dus er zijn er meer, maar die kun je dus allemaal nalezen in die bijlage.
En bovendien, los van de toepasbare regelstandaard, hebben jullie wellicht inmiddels ook een leverancier geselecteerd voor je regelbeheersoftware. En die zal die opties ook netjes aanbieden om dat te kunnen doen. Zo niet, dan is dat een functionele vraag aan die leverancier van goh, leveren jullie dat ook, want ik heb dat nodig. En het derde regelbeheerobjecttype, dat is maatregelen. En die zijn dus ook bedoeld om die maatregelen toepasbare regelbestanden aan op te hangen. Maar dat regelbeheerobject heet maatregelen. Dan gaan we even kijken in de functionele structuur. Dat is weer een nieuwe term, maar hoe dat eruit ziet. En dat is de achterkant van het DSO. Dus dat is, we kijken nu naar de registratie toepasbare regels. Wat we net zagen was een plaatje van de voorkant van het loket. En dit is hoe het eruit ziet aan de achterkant. Ik ga daar zo iets verder op in, want er zijn nog veel meer aspecten te zien dan alleen die regelbeheerobjecten. Maar die regelbeheerobjecten komen te hangen onder de activiteit waar ze bij horen. In dit geval is de activiteit een open bodem energiesysteem. En die staat in die registratie toepasbare regels. En die heeft dus een conclusie regelbeheerobject. Die heeft drie soorten indieningsvereisten. Dezelfde die we net in de afbeelding zagen. Dus een eentje voor de aanvraagvergunning, eentje voor de melding en eentje voor de informatie. En een regelbeheerobject voor de maatregelen. Nou, en dat deze dingen hier staan, betekent eigenlijk zoveel als dat je klaar bent om toepasbare regels aan die activiteit open bodem energiesysteem toe te voegen. En zonder dat je dat regelbeheerobject daar klaarzet, kun je je toepasbare regels daar niet aan kwijt. Dus door die regelbeheerobjecten toe te voegen, geef je eigenlijk ook aan dat je verwacht dat daar toepasbare regels bij komen. Nou, gaan we even kijken wat er verder nog gebeurt met die activiteit, de open bodem energiesysteem, want dat hangt in een soort van boom, in een functionele structuur noemen we dat, van andere activiteiten. En dit is dan heel klein, maar open bodem energiesysteem is in het paars geselecteerd. We keken net eigenlijk naar een close-up van dat open bodem energiesysteem onder een hele reeks aan activiteiten. En die functionele structuur is een opbouw van activiteiten. En hoe je dat ding hebt aangeleverd en geannoteerd via een omgevingsdocument bepaalt hoe die hier in die boom komt te hangen. En we zien ook dat open bodem energiesysteem is de onderste van een hiërarchie van activiteiten. En dat is dan ook de activiteit waaronder je die regelbeheerobjecten gaat ophangen. Behalve de regelbeheerobjecten zijn er nog een aantal andere kenmerken van de toepasbare activiteit, zoals we dat noemen. En die zien we in de volgende slide. Want daar gaat de rest van deze presentatie over van, goh, wat kun je dan nog meer instellen aan zo'n activiteit, zodat die zich op een bepaalde manier gedraagt in dat omgevingsloket. Nou, de kenmerken daarvan, als ik dat open bodem energiesysteem heb aangeklikt, dan zie ik boven in beeld een aantal kenmerken die voortkomen uit het omgevingsdocument. Dus wie is het bestuursorgaan, voor welke locatie gelden deze regels, in welke regels wordt deze activiteit genoemd en wanneer begint die. Nou, daaronder in het rode kader staan de kenmerken van de toepasbare activiteit. Dus als ik een omgevingsdocument aanlever via de LVBB, dan komt die hier in de registratie toepasbare regels te staan. En dan is alleen dat stukje boven het rode kader gevuld. En het toepasbaar maken van de activiteit wil dan zeggen dat ik iets ga roepen over de kenmerken in het rode kader. En we stappen daar zo meteen één voor één doorheen. Maar als je dus daar nog niks ziet staan bij de toepasbare activiteiten, dan weet je, er is hier nog niks gedaan, ik moet nog dingen instellen, ik moet die activiteit nog toepasbaar maken voordat ik echt aan de slag kan met die toepasbare regels en voordat die zich gedraagt zoals ik wil in dat digitale omgevingsloket. Dan gaan we even kijken naar een van die kenmerken daarin. Hè. Een belangrijke voor de vergunningcheck en voor maatregelen op maat zijn de werkzaamheden. En het omgevingsloket is zo ingestoken, zo bedacht eigenlijk, met doelgroepen voor ogen, dat een burger of iemand die niet heel vaak het loket gebruikt, die zoekt op werkzaamheid. Een makkelijke term
iets wat hij kent, wat hij herkent uit zijn dagelijkse leefomgeving. En een professional zoekt veel meer op activiteit, hè, omdat hij een aanvraag al heel vaak heeft gedaan. Of omdat hij precies weet wat hij nodig heeft van een organisatie qua vergunning. Maar er is dus een soort tweedeling gekomen voor mensen die minder vaak daarnaar kijken. En professionals die de weg weten ook in de juridische wereld van de omgevingswet. Maar die burger zoekt dus op werkzaamheid. Dat zijn die tegels bovenin. Dat zijn heel veel gekozen werkzaamheden, zoals het bouwen van een schuur of het plaatsen van een dakkapel of het kappen van een boom. En dat is de as waarover iemand die niet zo vaak dat omgevingsloket bezoekt, zal gaan zoeken. Dan gaan we op de volgende slide kijken naar hoe dat in elkaar steekt. Je ziet in het midden de werkzaamheid, boom of struik, kappen of snoeien. Dat is hoe een burger of iemand die niet zo vaak hier komt, dat zal herkennen. Die komt bij die werkzaamheid door een trefwoord te typen. Nou, die staan links in beeld. Dus er zijn een heleboel trefwoorden eigenlijk aangegeven. En als hij een van die trefwoorden gaat intypen, dan zoekt hij op, wat voor werkzaamheid zou ik hierbij kunnen aanbieden. En uiteindelijk maakt de gebruiker dan een selectie. Maar onder die werkzaamheid, dat is een van de dingen van het toepasbaar maken van de activiteit, zien we aan de rechterkant een hele reeks aan activiteiten staan. En dit zijn juridische activiteiten die dus volgen uit de regels van een bestuursorgaan. En die kunnen heel erg verschillen in naam. Die kunnen heel mooi vellen van een houtopstand heten. Of het kappen van een beschermde boom, of beplanting, landschapsbeheer. Er kunnen allerlei activiteiten gekoppeld zijn aan die werkzaamheid, omdat jij vindt als organisatie, als waterschap, provincie of gemeente of rijk, dat jij vindt dat jouw activiteit in de lucht moet komen, geactiveerd moet worden als iemand zoekt op boom of struikkappen of snoeien op die plek. Want als dat in de buurt is van, we zien in het oranje onderaan, beperkingen, gebied van een waterstaatswerk. Als dat in de buurt is van een waterstaatswerk, kan het ook van belang zijn dat je daar de regels van in beeld ziet. Omdat het ook kan bepalen dat er iets van een vergunningplicht geldt. Of dat je iets moet doen waar je anders geen rekening mee zou houden. Dus al die activiteiten van verschillende bestuurslagen samen kunnen gekoppeld worden aan die werkzaamheid. En dat koppelen is dus ook iets wat een bewuste activiteit is. Die een gemeente, provincie, waterschap moet doen om ervoor te zorgen dat de regels die in die activiteit staan ook opkomen als een burger op die plek iets wil doen wat relevant is voor je regelgeving. Nou, in het huidige OLO is dat iets meer gesplitst. Dus dan moet je eerst zelf je activiteit kiezen voor de WABO. Dan klik je door en dan kun je datzelfde doen voor de waterwetgeving. En hier wordt het door het gebruik van die werkzaamheden, wordt dat eigenlijk bij elkaar gezet, zonder dat de initiatiefnemer daar last van heeft. Dus het wordt aangeboden wat er relevant zou kunnen zijn. En daarom zijn die werkzaamheden daar neergezet. En die zijn overal in Nederland hetzelfde. Daar kom ik zo op. Ik zal even laten zien hoe dat er dan uitziet in het loket voor degene die dat nog niet eerder gezien hebben. Als je dus begint met typen bij het uitvoeren van de vergunningcheck of bij de maatregelen en je typt zoals hier bijvoorbeeld bodem, dan vindt hij op basis van het trefwoord en de titel van de werkzaamheid, vindt hij twee werkzaamheden die mogelijk relevant zijn als ik bodem typ. Nou, het eerste is een bodemenergiesysteem met allerlei dingen daaronder, allerlei trefwoorden. En het andere is graven in bodem of waterbodem. Nou, in ons voorbeeld gaan we kijken naar een bodemenergiesysteem. En dan gaan we even kijken hoe die werkzaamheid er onder water uitziet. Dus in de registratie toepasbare regels. Dus dit ziet de gebruiker in het loket. En in de registratie toepasbare regels, dat staat op de volgende slide. Staat in dat blokje met toepasbare kenmerken van de toepasbare activiteit, staat de werkzaamheid bodemenergiesysteem aanleggen en gebruiken. En omdat het open bodemenergiesysteem, die activiteit die we net ook al zagen, gekoppeld is aan die werkzaamheid, zal dus als de initiatiefnemer deze werkzaamheid kiest, zal die de regels krijgen die horen bij die activiteit open bodemenergiesysteem. Nou, we kijken nu maar naar één activiteit die aan die werkzaamheid hangt. We zagen net al dat er
je kunt dus meerdere activiteiten aan zo'n werkzaamheid hangen. En dan zorgt het loket ervoor dat die regelgeving samen wordt gepresenteerd. Nou, werkzaamheden worden, dat staat op de volgende slide, worden centraal beheerd. Dus er is een, ze worden afgestemd tussen koepels en het Rijk. Yes. En als je, er staat een heleboel gedocumenteerd op de aan de slag met de Omgevingswet website. Nou, daar kun je alles vinden over die werkzaamheden, ook een lijst met actuele werkzaamheden. Er staat een procesje over hoe je, hoe je wijzigingen kunt aanvragen. En als je nou denkt van, hey, ik heb iets dat ik niet kan vinden, dan kun je dat melden bij het informatiepunt. En het linkje daarvan staat hier in beeld. Ja, en even kijken. Ja, dus dat is de manier om met die werkzaamheden om te gaan. Het bevoegd gezag, wat ik net heb verteld, dus die regelbeheerobjecten en die werkzaamheden, dat is puur een ordenings iets. Dus hoe kan ik die toepasbare regels indelen in de verschillende bakjes van dat omgevingsloket? En hoe vind ik dan die juridische activiteit via werkzaamheden? En de komende vier onderwerpen gaan eigenlijk meer over hoe de aanvraag die binnenkomt, wordt geregeld en bij het juiste bevoegd gezag uitkomt om bijvoorbeeld die vergunning aan te vragen, die vergunningsbeoordeling te doen, om die melding te doen en die melding verder af te handelen. Dus bevoegd gezag, type, toonbaar, verfijnbaar, magneet gaan allemaal over hoe iets in dat loket nou gerouteerd wordt als verzoek, als dat wordt ingediend. Gaan we eerst kijken naar dat bevoegd gezag. Nou, het bevoegd gezag is de partij die juridisch verantwoordelijk is voor het afhandelen van de aanvraag of melding. En dat kan dus een andere partij zijn dan degene die de regels heeft gemaakt. We zien dat bij Rijksregels. Het Rijk maakt bijvoorbeeld regels voor de provincie, voor waterschappen en voor de gemeente. En die komen dan in het omgevingsloket te staan. Maar als er een aanvraag voor binnenkomt, dan gaat die aanvraag naar de gemeente toe of naar het waterschap toe. En die moeten dat dan vervolgens beoordelen. Nou, als je nou als bevoegd gezag zelf regels aanlevert, hoef je niks te doen met dat bevoegd gezag. Tenzij je de regels maakt voor een andere organisatie. Dat zal niet zo vaak voorkomen. Dus meestal ben je gewoon, ben je bestuursorgaan en ben je ook gelijk bevoegd gezag. En hoef je dus verder niks in te stellen aan dat bevoegd gezag. Want je bent nou eenmaal ook degene die de vergunning beoordeelt. Nou, als je dat niet bent, dus stel je maakt wel regels voor een ander bestuursorgaan, dan zijn er twee mogelijkheden waarop dat ingesteld kan zijn. En je ziet het dus veel terug bij de Rijksregels, in de registratie toepasbare regels, dat er een bestuurslaag is ingesteld, zoals de provincie of het waterschap of de gemeente. En dan is de gemeente waar de initiatiefnemer zijn locatie heeft gekozen, dat is dan de gemeente waar uiteindelijk die vergunning naartoe gaat. Dus dan kiest het loket zelf op basis van de locatie die de initiatiefnemer gekozen heeft, waar die aanvraag naartoe moet. Je kunt ook een heel specifiek bevoegd gezag aangeven, maar dat is echt als een bepaalde activiteit zo uniek is dat die door een specifieke partij beoordeeld moet worden. Dit is niet de behandeldienst, moet ik hierbij zeggen. Dat is een aparte instelling die het bevoegd gezag van de regels kan instellen. Dus je kunt, dat is niet de inhoud van dit webinar, daar is een andere webinar over, is al geweest ook. Maar als dat interessant is, dan is dat de moeite om die even na te kijken. Het bevoegd gezag bepaalt uiteindelijk of er nog een behandeldienst is. Maar in principe is dus eerst de bepaling van, goh, naar wie moet deze eigenlijk? En dat bepaalt dus dat bevoegd gezag. In de meeste gevallen hoef je daar dus niks aan te doen. Maar het kan zijn dat jij van een andere bestuurslaag een activiteit krijgt waar je de vergunningverlening van moet doen. Gaan we even kijken hoe dat eruit ziet in de RTR. En dan kijken we weer naar de kenmerken van de toepasbare activiteit. Weer dat open bodem energiesysteem. En we zien daar de cirkel staan om het bevoegd gezagtype. Daar staat provincie. Dus de provincie is in dit geval degene die, als hier een aanvraag voor binnenkomt, de vergunningverlening moet doen.
En we zien helemaal boven in beeld, dat is dan niet omcirkeld, daar zien we het bestuursorgaan. En dat is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dus in dit geval heeft BZK de regels gemaakt en aangeleverd en heeft daarbij gezegd, de bestuurslaag is de provincie. En als de initiatiefnemer dan iets in Gelderland wil doen, wordt dat automatisch provincie Gelderland. En als de initiatiefnemer deze activiteit in Limburg wil uitvoeren, dan wordt het bevoegd gezag automatisch provincie Limburg. Dus dit is hoe dat werkt. En nogmaals, je hoeft dit alleen maar in te stellen als je voor iemand anders de regels maakt. Dan gaan we kijken naar het type activiteit. En dan kunnen we direct ook door naar de volgende slides. Want we zien dat automatisch, en hoe dit werkt is ook beschreven in de omgevingswet, is dat aanvragen worden gesplitst. Dus een initiatiefnemer die zegt, hey, ik wil deze set van activiteiten, wil ik om mijn project uit te voeren, wil ik op deze locatie doen. En dan worden er automatisch al een aantal juridische activiteiten klaargezet. Dan kan die initiatiefnemer kiezen vanuit die verschillende activiteiten welke die aan wil vragen. En dat komt dus allemaal in één project. Dus dat de verzameling van die activiteiten die bij elkaar klikt, is een project. En vanuit dat project kan de initiatiefnemer kiezen van hey, deze activiteit wil ik nu aanvragen. En een ander misschien later in de tijd of allemaal tegelijk. Hè, die keuze heeft de initiatiefnemer. En die aanvraag, die gaat dus over de as van activiteiten, wordt dan gesplitst in verzoeken. En daarbij wordt standaard, worden meldingen gesplitst van vergunningaanvragen. Nou, en er zijn nog een aantal andere kenmerken daarbij, dat komt op de volgende slide. Maar dit is de basis van het splitsen van, dus van project naar verzoek. Er zitten een aantal splitsingen in. En dit zorgt ervoor dat geautomatiseerd eigenlijk, op basis van een aantal regels die in de omgevingswet beschreven staan, dat die verzoeken op de juiste plek met juist bevoegd gezag terechtkomen. Nou, dan gaan we even kijken wat voor types er dan zijn. Er zijn drie soorten. Je hebt het type overig. Als je helemaal niks instelt aan een activiteit, dan is die van het type overig. En dan hoef je verder ook niks te doen. De andere types zijn water- en milieubelastende. Dus als jouw activiteit niet een wateractiviteit of milieubelastende is, en ik kom er zo verder op wat dat dan is, maar dan hoef je eigenlijk niks te doen. Je hoeft niet te zeggen dat is een overige, want dit is al de standaardinstelling. Nou, de wateractiviteiten zijn voor de waterschappen en die gaan ook naar de waterschappen toe. Behalve het splitsen in meldingen en aanvragen, zul je ook zien dat de wateractiviteiten gesplitst worden van de niet-wateractiviteiten. Dus je krijgt die verzoeksroutering, die wordt voor water en niet-water wordt hier uit elkaar gehaald. Nou, dan zijn er milieubelastende activiteiten, dat zijn er ook een aantal. En als je die hebt, dan gaan juist de meldingen en aanvragen die van die activiteit, zijn, gaan bij elkaar in één verzoek. Omdat het vaak zo is in de milieuwetgeving dat als je een vergunning aanvraagt en je moet een melding doen, dan wil het bevoegd gezag dat ook samen binnenkrijgen. Dus dit zijn de afwijkingen op het standaard mechanisme waarbij dus een verzoek wordt gesplitst in melding en vergunning. Water gaat nog eens apart en milieubelastend voegt juist weer meldingen en vergunningen samen, maar los van water. Dus dat zijn eigenlijk de regels onder de verzoeksroutering. En door het type in te stellen, heb je daar invloed op. Alleen, het type volgt natuurlijk wel uit de juridische regels. Dus de waterschappen hebben allemaal wateractiviteiten. En een aantal activiteiten zullen milieubelastende activiteiten zijn. Maar bijvoorbeeld uitrit aanleggen of kappen of alarminstallatie plaatsen zijn overige activiteiten. Gaan we even kijken hoe dat eruit ziet in de registratie toepasbare regels. En dat zie je dan in die kenmerken weer terug bij het type. Want het open bodem energiesysteem, wat we steeds als voorbeeld hebben gehad. We gaan er hierna trouwens afscheid van nemen van dit voorbeeld. Maar we zien dat dat een milieubelastende activiteit is. Dus als hier zowel een aanvraag als een melding voor binnenkomt, dan worden die gecombineerd in één verzoek. En dit is in dit geval dus... Is dit
al klaargezet. Dus die open bodem energiesysteem valt onder die milieubelastende activiteit. Als het water is, zie je dat ook in beeld. En als het een overige is, dan staat type daar dus niet, omdat het de standaard is. Oké, dan gaan we kijken naar toonbaar en verfijnbaar. Dat is een ingewikkeld stukje. Ik zal het aan de hand van een voorbeeldje hoe dat werkt in het loket toelichten. We gaan door naar de volgende slide. Een toonbaar heeft niet zo heel veel, het zit een beetje in de naamgeving, maar is eigenlijk het activiteitsniveau waarop je wil dat een aanvraag binnenkomt. Dus je kunt, wat we zagen bij dat open bodem energiesysteem, is een aantal lagen van activiteiten mogelijk. En je kunt zeggen van nou, ik heb op een heel hoog niveau wil ik graag mijn vergunning binnenkrijgen. Ik wil toch de vragen laten beantwoorden van een subactiviteit daaronder. Maar de toonbare activiteit is dus het activiteitsniveau waarop je wil dat de aanvraag wordt ingediend. Dit volgt uit de juridische regels. Dus daar staat in, men dient een vergunning in voor deze naam van die activiteit. Nou, waar zie je die toonbare activiteit? Die zie je in de conclusie van de vergunningcheck. Dus als je de uitkomst van de vergunningcheck krijgt, staat er, u moet een vergunning aanvragen voor bijvoorbeeld open bodem energiesysteem. Als je een activiteit in de aanvraagmodule kiest, dan zie je ook die activiteitnaam terug. En de uitkomst van de maatregel op maat, dan zie je ook diezelfde naam weer terug. Nou, dan gaan we even kijken naar de combinatie. Als je een toonbare activiteit hebt, dus op een hoger niveau dan dat laagste niveau, wat open bodem energiesysteem was, dan kun je een activiteit ook verfijnbaar maken. En dat betekent dat je ook die subactiviteiten kunt kiezen bij de aanvraagmodule van het omgevingsloket. Nou, gaan we even laten zien hoe dat eruit ziet, want het is een beetje abstract om dat zo te zeggen. Dus iemand kiest dan eerst de toonbare, verfijnbare, hogerliggende activiteit. Nou, dat is een abstract verhaal, maar stel je voor dat openbodem energiesysteem en dan ga je een paar stapjes omhoog in die boom van activiteiten. Dan is er dus voor gekozen om milieubelastende activiteiten gereguleerd in het omgevingsplan, om die toonbaar te maken. En die kies je dan. Je kunt ook geen subactiviteiten kiezen in die eerste stap. Tenminste, nu nog niet. Daar komt misschien nog een verandering in. Maar je kiest dus eerst voor milieubelastende activiteit. En dan biedt het loketje in een volgend scherm aan om een keuze te maken. Dan gaan we naar het volgende scherm. Voor de subactiviteit. Nou, en blijkbaar is er een subactiviteit die heet anti-hagelkanonnen in werking hebben. Van al die subactiviteiten die er zijn, je ziet dat de soorten activiteiten die onder die milieubelastende activiteit hangen, dat zijn deze, dat die nogal uit elkaar lopen. Hè? Want polyester hars verwerken is een hele andere dan LPG tanken. En is weer een hele andere dan anti-hagelkanonnen in werking hebben. Dus ook al zijn het hele uiteenlopende dingen, het is toch allemaal een milieubelastende activiteit. Maar door deze verdeling te maken tussen toonbaar en verfijnbaar, kan ik heel specifiek toch alleen voor anti-hagelkanonnen zometeen de indieningsvereisten aangeven. Want als ik dat niet doe, moet ik dus voor al die verschillende activiteitjes aangeven wat mijn indieningsvereisten zijn. En dan komt er iets te staan van niet van toepassing. Maar dit is dus een manier om ervoor te zorgen dat je toch kunt schalen. Dus van milieubelastend, wat een hele grote activiteit is, dat je toch de mogelijkheid biedt om dat kleiner te maken. En alleen de initiatiefnemer te laten beantwoorden wat gaat over die anti-hagelkanonnen in werking hebben. Nou, hoe ziet dat eruit in de RTR en de registratie toepasbare regels? Dan zien we links de boom met alle activiteiten, met dat hoogste niveau, milieubelastende activiteit gereguleerd in het omgevingsplan. En dan zien we dat die op toonbaar is gezet en dat die op verfijnbaar is gezet. Nou, standaard is verfijnbaar dus nee, dus dat moet je bewust zeggen. En de toonbare activiteit is hier dus een andere dan de laagste activiteit in de keten. Want we zien als één naar onderste, daar staat anti-hagelkanonnen in werking hebben. Als je niks doet aan die toonbaarheid van een activiteit, is standaard de onderste activiteit in die activiteitsstructuur, is de toonbare. En in dit geval is er bewust voor gekozen om een hoger niveau te kiezen als toonbaar. Dat betekent dat die in beeld komt. En dat is wat we net zagen in het loket.
Dus het gedrag wat je daarmee beïnvloedt. En dat is dus, ja, je kunt dat kiezen, je kunt dat zelf instellen. En het zal veelal voorgeschreven zijn in die juridische regels, hoe je dat moet doen of wil doen. Dan gaan we even kijken wat er gebeurt als je hem toonbaar hebt en niet verfijnbaar. Nou, en dat betekent eigenlijk dat je hebt gezegd van, hé, ik heb een hoger niveau, daarop wil ik mijn vergunning binnenkrijgen. En ik wil ook dat al die indieningsvereisten die daaronder horen van mogelijke subactiviteiten worden uitgevraagd. Nou, een voorbeeld waar dat bij is gedaan zien we eerst in het loket. Dan zien we de bouwactiviteit is hier gekozen om een vergunning voor te doen. En die is niet verfijnbaar. Dus de volgende stap in het loket is dan dat je alle vragen krijgt van alle subactiviteiten. Nou, gaan we even kijken hoe dat eruit ziet in de RTR. Ik heb er geen screenshot van, hoor, van al die activiteiten in het loket, want dat zijn er een heleboel, al die vragen die je dan krijgt. Want hier zie je dus dat die bouwactiviteit, nou, al die activiteitjes die eronder staan, die hebben allemaal hun indieningsvereisten. En de bouwactiviteit is toonbaar. Dus het gedrag in het loket is dan dat van al die activiteiten die hier staan, de indieningsvereisten dus ook aan de initiatiefnemer worden voorgelegd. En dat hij die moet beantwoorden voordat hij kan indienen. Nou, dat is een keuze hoe je dat wil doen en of je dat wil doen. En in dit geval is het dus, je ziet toonbare activiteit op ja staan. Verfijnbaar staat standaard op nee, dat zie je niet. Dus de standaardinstelling die komt niet in beeld. Maar dat betekent dus dat je alleen bouwactiviteit kunt kiezen in dat omgevingsloket. Nou zijn er nog mogelijkheden met toepasbare regels om daar wat in te doen. En om met een eerste vraag, een toepassingsbereikvraag te sturen en wat voor indieningsvereisten dan wel of niet relevant zijn. Dat is technisch mogelijk, maar dat vereist aan de toepasbare regelkant wel weer wat instelwerk. Dus het is een beetje een keuze waar je dit doet, waar je elke instelling je kiest. Oké, nou dat zijn de belangrijkste waar de gemiddelde bevoeggezag mee te maken zal krijgen. Dus type bevoeggezag, toonbaar, verfijnbaar. Dan is er nog een wat exotischere variant, dat is de magneetactiviteit. En de magneetactiviteit is beschreven in de omgevingswet. En de volgende slide heeft daar iets meer informatie over. Die trekt andere activiteiten in een meervoudige aanvraag met zich mee. Dus als ik een setje aan activiteiten heb om een bepaald project te doen, en er zit een magneetactiviteit tussen, dan gaat alles naar het behandelende bevoegd gezag. Omdat het zo belangrijk is dat alles wordt gezien in één keer. Nou, en die magneetactiviteit gebruik je echt alleen maar als dat in de omgevingswet als zodanig is beschreven. En ik heb één voorbeeldje toegevoegd waar je dat in ziet. Dit is voor mijnbouwactiviteiten. Een mijnbouwlocatie in de Noordzee, dat is een magneet. Omdat dat, ja, en je ziet ook, die is van het ministerie van Economische Zaken. Die beoordelen deze aanvraag, deze activiteit. En die is zo speciaal met mogelijke consequenties voor de omgeving, dat ze die hele aanvraag met alle activiteiten die erbij horen willen zien. Maar als je een gemeente bent of een provincie, dan zul je deze instelling niet hoeven te gebruiken. Nou, waarom vertel ik dit dan wel? De verschillende softwareleveranciers van toepasbare regelsoftware bieden dit soort instelmogelijkheden aan in hun pakket. En dat doen ze niet allemaal op dezelfde manier. Ze hebben daar ook hun eigen procesje voor, hun eigen schermen voor gebouwd. En op dit moment bieden ze ook andere opties. Dus bij sommigen kun je dit allemaal instellen. En dan is, hè, wat ik net verteld heb, dus de manier om dat in te stellen. En bij anderen staan er al dingen voor geprogrammeerd, als het ware, waardoor je daar zelf niks in te kiezen hebt. Dus het kan zijn dat je die optie voor magneetactiviteit wel tegenkomt, maar ja, gebruik hem dan niet als je boomkappen gaat instellen. En hoe dat zich evolueert in de tijd met de softwareleveranciers, dat weten wij natuurlijk ook niet. Maar vraag in ieder geval naar de mogelijkheden om die instellingen te doen. En wees je bewust van het effect van die instellingen voor het gedrag van het loket. Oké, dan gaan we even kijken hoe we dit doen. Al die toepasbaar maken van die juridische activiteit, dat noemen wij het aanleveren.
Daar is een document voor. Veelal zul je dat waarschijnlijk niet zelf hoeven te doen met de service. Dat kan wel. Het is net als de andere services van de DSO en API. Je kunt daar zelf een call naartoe doen. Je kunt er zelf dingen naartoe sturen. Alleen, het is wel, de meeste regelbeheersoftware hebben dit in hun software ingebakken. Dus dan zul je niet zelf hoeven na te denken over hoe dat precies moet. Nou, de volgende slide staan de stappen van het aanleveren. En die kunnen dus nogmaals verschillend zijn ingeregeld door die verschillende softwareleveranciers. Maar de stap 1 die we vandaag ook in dit webinar hebben behandeld, is het toepasbaar maken van die activiteit. Dus hem helemaal voorbereiden, zodat het gedrag geschikt is voor dat omgevingsloket. En daarna, stap 2, kun je de toepasbare regels eraan toe gaan voegen. Dat wil niet zeggen dat je geen toepasbare regels kunt maken. Daar kun je gewoon al direct mee beginnen. En dat toepasbaar maken kan later, als je klaar bent met je toepasbare regels, in je eigen beheerssoftware en je gaat ze uploaden. Maar je moet dus wel die activiteit toepasbaar gemaakt hebben voordat je die toepasbare regels daadwerkelijk in die registratie toepasbare regels kunt neerzetten. Nou, en van de eerste actie, stap 1, het toepasbaar maken van die activiteiten, geldt wel voor dat je altijd met nieuwe instellingen de oude instellingen overschrijft. Dus als jij eerst alleen een regelbeheerobject conclusie hebt en je wil een vergunningaanvraag erbij zetten, dan moet je ervoor zorgen dat je zowel die conclusie als die vergunningaanvraag daar neerzet. Want met dat, het gebruik van de service, als je dat niet doet, dan verdwijnt die conclusie dus die je daar eerst had staan. Nou, hoe de softwareleveranciers dat hebben opgelost, dat kan weer verschillen. Maar dit is hoe de service die je DSO aanbiedt werkt. Dus daarom zeg ik het er even bij. Het kan zijn dat leveranciers, softwareleveranciers daar op een andere manier mee omgaan in hun tooling. Waarbij je dat risico niet loopt. Even kijken.